Inwee, wat is het eerste wat je zou doen als je Tweede Kamerlid zou worden? Nou, er zijn een aantal onderwerpen waar ik me mee bezig zou willen houden. Het is het stikstofbeleid natuurlijk, ook het natuurbeleid, dat hangt ook met elkaar samen. Landbouw, maar ook het cultuurbeleid. Dat gaat mij als violiste natuurlijk heel erg aan het hart. Maar het allereerste wat ik zou doen is een initiatiefwetsvoorstel indienen over stikstof. Om het huidige stikstofbeleid van tafel te krijgen, de stikstofnormen uit de wet te halen. En ons natuurbeleid weer te baseren op de echte toestand van de natuur in ons land.